Rienus heeft een scheet gelaten, hé. Ha, ho. Oh, helemaal nee, niet. Nee, ik ben gek. Je ruikt je nek. Echt niet? Dat ben jij, Theo. Ik heb buikpijn al de hele ochtend. Ga poepen, joh. Ga ergens anders zitten stinken. Poepen is altijd een leuk werkje. Theo heeft het nooit hoeven leren. Hij kon het al vanzelf. Echt een talent dus. Oké, moeder heeft het misschien één keer voorgedaan. Het is even een moment voor jezelf. Je voelt je daarna weer veel lichter. En je hebt het gevoel dat je iets gemaakt hebt wat er nog niet was. Het liefst wil Theo zijn drollen aan de andere poesjes laten zien. Maar dat wil moeder niet hebben. Niet opscheppen over drollen. Poepen, prima. Maar zand erover. Niet meer over praten. En zeker niet als er familie over de vloer is. Of tijdens het eten. Nou heeft hij gepoept. En toch is dat rare gevoel in zijn buik niet weg. Het komt van iets heel anders. Blijf nou niet zo mokken, Mathilde. Je bent de hele nacht niet thuis geweest, Ruud. Met wie ben je nou weer het dak op geweest? Want ik heb jullie wel horen gillen gisteravond. Dat is de roep der natuur. Je kan me niet aan de grond vastnieten. Ik heb vrijheid nodig. En papa en mama hebben ruzie. Laat ze maar even. Ze leggen het wel weer bij. De problemen van je vader en moeder oplossen, daar kun je als kind niet aan beginnen. Oké, ik pak jouw staart en jij pakt de mijne. Theo heeft snot aan zijn oogjes. Janneke heeft dat gezien en besluit dat het schoongemaakt moet worden. Hey, doe dat eens niet. Hou eens op. Ga nou eens weg. Kan ik toch zelf wel doen? Nou, nou. Dat kan niet, Theo. Je kan toch niet met je tong in je oog? Dit is nou echt een dingetje, dat moet een mens even doen. Want anders wordt het erger en erger, dan gaat het pijn doen en dan zie je niks meer. En misschien loop ik dan wel ergens tegenaan. Precies, en dan doet het alleen nog maar meer pijn. Hey, wat gaan we doen? Wat zijn de plannen? Je moet Theo hebben. Mijn ogen zijn schoon. Bij Rinus is het eigenlijk niet zo nodig. Wie had weer de schoonste ogen? Wat is er, mam? Wat ben je sip? Als je toch bezig bent, Janneke, kun je meteen mijn wimpers een beetje bijkrullen. Wat is er dan, mama? Ben je niet trots op me? Dat is het niet. Ik heb gedonder met... Ach, laat maar. Als ik later bij de film ga werken, moet ik ook opgepoetst. Dus vooruit maar. Stuntpoes, Heddy!
wat zou er gebeuren als papa bij ons wegging. Ineens merkt Theo het heel duidelijk. Zijn buikpijn heeft met de ruzie van vader en moeder te maken. Theo probeert het te vergeten. Door maar wat te spelen met zijn broertje en zusjes. Je hoeft je niet bezorgd te maken, Theo. We kibbelen wel, je vader en ik. Maar we houden ook van elkaar. Je verwacht te veel van me. Jij denkt dat ik de hele dag maar met de kids kan gaan lopen spelen. Maar dat vind ik niet de hele dag leuk. Ik wil ook typische mannen dingen doen. Zonder de kinderen. Maar ik wil dat we de kinderen samen opvoeden. Ja, hallo. Ik heb natuurlijk ook nog mijn werk. Wat is jouw werk dan? Oh. Wat dacht je van muizen vangen? Ik vang muizen op de boerderij. Au, Rien is niet zo hard. Jij kan ook nergens tegen. Ik ga tegen mama zeggen, hoor. Moet je luisteren. Je wist hoe ik was voordat je met me ging. Ik ben altijd mijn eigen gang gegaan. Dat vond je ook juist leuk aan me. Ja, maar ik dacht jij verandert wel. Nou, niet dus. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Ja, dat is ook wel zo. Heb ik gelijk of niet? Nou, vooruit, geef me een kus dan. Theo is blij dat vader en moeder het hebben bijgelegd. Zijn buikpijn is helemaal weg. Oei! Thank you.